Wat vond je opvallend van deze collectie? De stofgebruik weer, veel wol natuurlijk. En ook natuurlijk hoedjes zijn natuurlijk in. Mm-hmm. Hè? Tegenwoordig dragen ook mannen hoeden. Ook goed. En ik vond ook de colberts en lange jassen komen weer terug. Dat vind ik ook wel weer leuk. Heb je nog iets vernieuwends gezien na deze collectie? Toch wel, de mannen zijn meer gedurfd. De mannen durven meer. Ook met make-up. Want je ziet ook dat de mannen mooi zijn opgemaakt. En dat is ook weer een statement. Ja. Want wij vrouwen vragen ons wel eens af. Kijk, op zo'n fashion show worden mannen natuurlijk opgemaakt. Maar hoe zit het met mannen make-up? Kun je daar iets meer over vertellen? Wat je van bijvoorbeeld vandaag op de show hebt gezien? Nou, ik ben natuurlijk al zo lang bezig als fysicist. En ook de mannen maak ik op. En steeds meer mannen gaan dus ook richting huidverzorging. Je ziet het ook aan de celebrities. Hè? Een groot merk heeft natuurlijk, wat u ook sponsort deze week. Heeft natuurlijk heel veel celebrities in hun stal. Die ook dus promoten voor huidproducten. Dus mannen zijn bezig ook met hun huid. En dat is heel belangrijk. Zelfs ook een groot couturier, die heeft toen ook, die heeft nog steeds zijn mannenmake-up lijn uit. Ja. He, dat is Jean-Paul Gaultier. Dus dat is in Nederland helaas mislukt. Ik moest het een beetje op de baan helpen. Maar ja, mannen zijn toch in Nederland nog wat gereserveerder. Wat vond je van de make-up die Sjaak Hullekes nu heeft toegepast in zijn show? Ja, mooi chic. Je zag duidelijk een hele mooie matte poeder. Ook zijde, een beetje zijde glans. Want als ik werk, dan maak ik me ook op. Mm-hmm. En dat, ja, ik vind het gewoon heel belangrijk. Ook huidverzorging. Make-up hoort er gewoon bij. Niet dat we allemaal met een mascara doen. Mm-hmm. Dat is een beetje too much. Yeah. Is dat echt iets van nu? Dat mannen make-up? Nee. Als we kijken naar vroeger. Hè, de mannen waren altijd al ijdel. Vroeger liepen de mannen de shows. Zoals ik mannen ken. Vandaan is het ook mannen ken. Mannen liepen vroeger de shows. En later ging de vrouw het overnemen. Maar mannen waren altijd al. Eide begon natuurlijk met de tijden van de Egyptenaren. Dus. Even terugkomen op Sjaak. Ja. Wat vind jij de kracht achter het label Sjaak Hullekes? Wat maakt Sjaak Sjaak? Zijn ontwerpen stralen ook eigenlijk wat hij zelf is. Heel toegankelijk. Hij is ook heel aardig, sympathiek. En je ziet ook zijn stoffengebruik. Ik vind zijn stoffengebruik heel erg mooi. En alles is heel mooi gecombineerd. Dus het is ook wel stijlvol. Business classy, het is zakelijk, maar ook wel casual. Ja. En ook wel een tintje durf. Ja. Het was een goede show? Ja, ik vond het een heel goede show. Ja? Absoluut. Okay, dankjewel voor je.